Wiskundelessen hoeven in het vervolg niet te moeilijk te zijn. Daarom heeft Stichting De Backlot een baanbrekend initiatief onthuld voor leerlingen in leerjaar 9. Een serie van 20 spannende nieuwe wiskundevideo's en een innovatieve educatieve game. De lancering van deze video's vond vandaag plaats in G-Art Blok tijdens het WizKids event. De video's zijn ontworpen om leerlingen in leerjaar 9, voorheen bekend als de eerste klas voortgezet onderwijs junioren, extra ondersteuning te bieden bij wiskunde. In samenwerking met ervaren wiskundeleraren zijn deze educatieve materialen ontwikkeld, specifiek gericht op de onderwerpen waar leerlingen vaak moeite mee hebben, zoals breuken, hoeken, de distributieve eigenschap en bewerkingen met negatieve en decimale getallen. De wiskundevideo's zijn ontwikkeld en geproduceerd door Stichting De Backlot, als onderdeel van het HYPE-project dat zich richt op de ontwikkeling van innovatieve leermiddelen. Henna Draaibaar, directeur Stichting De Backlot, zegt dat de video's gebruikt kunnen worden om de problemen die leerlingen ervaren bij wiskunde op te lossen. Want de video's die we gemaakt hebben, die kun je elk moment van de dag ga je het kunnen opvragen. Ik snap dat onderdeel niet, misschien kan ik het nog een keer uitleggen. En voor alle duidelijkheid, die video's gaan de juf en de meesters van wiskunde niet vervangen. Ze gaan extra helpen. Hoe was het ook alweer met breuken? Oh ja, ik kan die video pakken. Hoe was het ook alweer met omtrekken en oppervlakte? Oh ja, ik kan die video pakken. Want ze zullen op verschillende stations bereikbaar zijn voor jullie allemaal. En met jullie, alle kinderen in Suriname. Naast de video's is door Young Help Suriname ook een leuke educatieve game ontwikkeld die helpt om wiskundige concepten op een speelse manier te versterken. Het WizKids event loopt tot en met 18 juli en belooft 3 dagen vol educatieve en vermaak, waarbij wiskunde vanuit een heel nieuw perspectief wordt bekeken.